Ali Tichelhoff is sinds 1 februari directeur van het Ossen Life Sciences Park. Maar veel meer dan lege gangen, kale kantoren en laboratoria zonder personeel is er niet te zien. De ondernemers die hier zouden moeten zitten, zijn er nog niet. Er wordt nog niet echt hier gewerkt door ondernemers. Wat doet u dan de hele dag? Er zijn enorm veel contracten om te tekenen. Zowel met huurders, maar ook met al die partijen. En daar moet ik natuurlijk ook een beeld van hebben. Ik moet mij duidelijk bekend raken met alle laboratoria die hier zijn, alle kantoren, maar ook de speciale faciliteiten die hier zijn en hoe wij die gaan uitbaten in de toekomst. Dus er ligt meer dan genoeg werk om mij 5 dagen per week bezig te houden, zonder dat we hier al heel veel huurders hebben zitten. Dat er nog geen ondernemingen gestart zijn op het Life Sciences Park heeft volgens Tichelhoff te maken met de complexheid van de contracten. Het moet eerst juridisch allemaal kloppen voordat er daadwerkelijk bedrijven kunnen beginnen. Maar binnenkort moet hier iets meer bedrijvigheid te zien zijn. En nu staat u hier. Wat is de doelstelling die u heeft meegekregen? Ja, proberen hier een bloeiende community te maken van life sciences ondernemingen met elkaar. En daarmee moeten ook oud-MSD'ers de ruimte en steun krijgen om met hun nieuwe onderneming te starten. Zelf werkte Tichelhoff jarenlang in een vergelijkbare functie op een Utrechtse variant van het Life Sciences Park. Ik hoop dat ik geschikt ben. Ik heb ervaring in Leiden en ik heb ervaring tot recent in Utrecht op dit vlak. Dus ik denk dat ik weet wat bedrijven nodig hebben, hoe zij zelf met allerlei dingen omgaan, waar bedrijven potentiële kansen hebben, et cetera, et cetera. De precieze datum voor de start van de ondernemers is nog niet bekend. Voor het actuele nieuws omtrent het Life Sciences Park kunt u terecht op www.d-tv.nl. De Osse Kermis blijft in ieder geval tot en met 2017 7 dagen duren en wordt dus niet met 3 dagen verlengd. Dat heeft het college van BNW dinsdag besloten. Vanuit de kermisexploitanten wordt al jarenlang gepleit voor een verlenging van de Osse Kermis, zodat er 2 weekenden in vallen. Vooral voor de exploitanten van de grote attracties zou dit winstgevender zijn. Het zou ook beter zijn voor de concurrentiepositie van Os tegenover andere gemeenten. Omwonenden van het kermisterrein en de centrumondernemers hebben echter grote bezwaren tegen een uitbreiding. Er wordt gevreesd voor meer overlast op het gebied van geluid en parkeergedrag. Ook de politie heeft grote bedenkingen. Besloten is daarom de kermis niet te verlengen, ook omdat uit berekeningen blijkt dat het de gemeente niet veel extra inkomsten zou opleveren. Het feit dat de Osse Kermis op termijn misschien minder grote attracties kan binnenhalen, wordt dan op de koop toegenomen. Een zaal vol leerlingen van het TBL, het Mondriaan College en het Maasland College. En daarvoor 1 schrijver. Tommy Wieringa was dinsdagmiddag te gast tijdens een literaire middag in zaal De Link. Hij las voor uit eigen werk, zoals uit zijn doorbraakroman Joe Speedboat. En daarna kregen leerlingen de kans om hem vragen te stellen over zijn werk en over het schrijverschap. Zo'n optreden voor scholieren hoort dat ook bij het vak. Nee, het is niet een taak. Godzijdank niet. Maar het is wel dat het als je het kunt, is het fantastisch om te doen. Maar er zijn ook dagen dat je het niet kunt. En dan is het een leidersweg. Maar dit was een fijne zaal. Ze waren heel stil, muisstil, goed opgevoed. Het is voor Wieringa dus niet altijd gemakkelijk om een hele zaal geïnteresseerd te houden en om leerlingen te overtuigen dat het lezen van echte literatuur belangrijk is. De reden om toch steeds voor zo'n zaal te gaan staan is voor hem heel simpel. Ja, het verdient natuurlijk. Ik bedoel, je moet ergens van leven en het optreden is een hele goede bijverdienste om een beetje die onzekerheid met die boeken te ondervangen. Dus nee, dat is een grote reden, maar vervolgens kun je erin bekwamen en dan wordt het leuk. Dus het is, maar het is wel, waar ik schrijven niet ervaar als werk, is dit wel gewoon werk. Dit is mijn baantje. Het lezen van literatuur is voor veel scholieren kennelijk nog een zwaar vooruitzicht. Onterecht vindt Wieringa. En het is dan ook zijn persoonlijke doel om de leerlingen over de streep te trekken. Dat ze ophouden om die literatuur als iets van heel ver te beschouwen. Iets dat eigenlijk niet in hun wereld thuis hoort. Want ik weet zeker dat iedereen die begint te lezen uiteindelijk gegrepen kan worden door een goed boek. Door een verhaal dat ze aangrijpt. Maar ja, die drempel wordt natuurlijk zoveel hoger. En het is heel moeilijk om ze aan het lezen te krijgen überhaupt. Dus ja, ik probeer wel om enthousiasme over te brengen. En als dat bij 7 scholier is gelukt, dan ben ik tevreden. En dat enthousiasmeren is volgens Tommy Wieringa vooral een taak voor de docenten.
Zijn tip daarbij, nooit meer werken met samenvattingen, maar de leerlingen alleen echte boeken laten lezen. En dat mag volgens hem best met een beetje dwang.